is net iets over zessen. We zijn uit Conflans vertrokken. Seine op. Laten we eens kijken hoe hard het loopt. Hoe ver we komen vandaag. Dat een beetje oppassen met... Kijken wat er aankomt. Dit schip bijvoorbeeld, dat is zo geklapt met al zijn antennes en zo. Dat hij eigenlijk pas op het laatste moment op de AIS zichtbaar was. Dus het is wel verstandig om, als je hier bijvoorbeeld een middenoverspanning gaat nemen of zo, even te melden. Er kan best iemand om de bocht aankomen waarvan je het niet weet. We zijn hier trouwens bij het Île Saint-Denis. Hij loopt lekker, nu 7 per uur. 1300 toertjes. 20 liter. Het gaat allemaal niet verkeerd. Je vous écoute. Oui, bonjour. Ça peut être dame. Je peux passer ça pour moi, là, pas de soucis. Oui, ça va. Ok, merci. Merci. Stuurboord voorbij, maar neemt de andere bruggat. Daar zijn we verder geen last van. Nou, even een standje bij.
hier aan stuurboord, mooi die schuine wand. Maar hij is een beetje gevaarlijk, want er zit een hele kade nog. En een echte kade waar je goed kan lopen, weet ik wat allemaal. Dus dan moet je echt wel uit de wal blijven. Er staat in het begin wel een bordje, maar dat is bijna niet te lezen. In het donker zie je dat helemaal niet. Maar dan moet je echt wel... je wil er niet zijn, laat ik het zo zeggen. Je ziet net verderop. Je ziet een groen-witte paal staan. En dat is de afstand van die kade tot aan de dijk. En wij krijgen zo de stuurboordsluis. Ofwel de Rive Gauche, zoals ze hier zeggen. Sur une policière, vous pouvez sortir, j'ai un problème, j'ai un faux contact sur une porte, mais c'est bon, hein, c'est ouvert, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. In principe wil je in deze sluizen achter in de sluis blijven liggen, opvarend. Er staat daar zelfs een bakbord, een vrij groot bord, wit met een rode rand. Ik zeg dat pleziervaart niet verder dan dat bord mag komen. Dat is omdat als straks de sluis open gaat, althans water in gaat laten. Komt het allemaal van voren, het kan aardig wat stromingen zo geven. Tegelijkertijd wou ik vanwege de stroming buiten niet al te lang zo naar binnen komen. Maar geen probleem. De deur achter ons gaat al dicht. Vanaf hier tot boven het Île Renault gaan we de stuurboordwal varen. Daar staat hier geen bordje van, althans ik heb het nog nooit kunnen ontdekken. Maar het is wel zo. Dan komen we hier aan bakbord. Verder de bakbordwal naar laten. En hier aan bakbord komen we bij het Bois de Boulogne. Ik zoek dus aardig de rechteroever op, onze bakbordwal. Dan loopt hij duidelijk beter. Ik zat op 5-6, 5-7. Nu zitten we al op 6-7. Dan kom ik ook dichter onder de bocht, onder de hoek uit. Dat scheelt ook altijd, maar het is wel de moeite hier. Straks bij de brug even uitkijken, want daar liggen een paar jachies. Die hebben nog wel eens tonnetjes in het water liggen voor de akkertjes. Maar dat is meestal wel uit de zand. Hier s'avonds vaart is het wel leuk, dan kijk je bij al die woonboten naar binnen en ze zijn natuurlijk verlicht van binnen dan. De meeste is overigens vrij saai ingericht, gewoon
lichtje aan het plafond of een paar schemerlampjes. Maar sommige zijn heel mooi. Maar ja, merendeel kan me niet zo boeien. Ja, daar zien we de eerste van die kleine boertjes liggen. Kijk, het lijkt eens erg in het midden van het, nou, het midden, maar in het vaarwater te liggen, maar dat valt in de praktijk nog wel mee. Zoals altijd, als je dichterbij komt, valt het allemaal mee. Maar het vervelende is dat ze op de radar echt niet te zien zijn, dus ja. In het donker moet je ook weten dat ze er liggen, laat ik zo zeggen. Bij het Ilreno, waar die grote appelachtige ding op staat. En dat is in werkelijkheid een muziektheater. Het Ilreno heet zo omdat daar vroeger de Renault-fabrieken op stonden. Ze hebben auto's gemaakt. En aan onze linkerkant hier was allemaal industriegebied, magazijnen, weet ik het wat allemaal. Het was echt een industriewijk hier. En dat is nu dus niet meer zo. Wij gaan aan de bakbordkant van het eiland, de Rive Droite. En de afvaart aan de voor ons linkerkant van het eiland, de rechterkant van het eiland langs, de Rive Gauche. Bouwen verderop. Dus er liggen wat rode tonnetjes. En ze zijn ook nog bezig aan de brug. Dat is gelukkig nu aan het opschuiven. In het begin was dat deze kant. Het kan zijn dat we hier wat meer tegenstroom krijgen. Dat het wat zwaarder krijgt. Als dat zo is, gaan we wat harder draaien.
We blijven hier dus dicht aan de rive droite. Zoveel mogelijk stroomvoordeel mee pikken. Je ziet ook aan het water waar het rustig is en waar het wat wilder stroomt. Daar heeft u dus 1400 toeren, 25 liter per uur. We lopen zo 5-0, 5-2, het varieert een beetje. Ik had een beetje een afweging, we kunnen natuurlijk nog dichter bij die woonboot gaan varen, maar ik denk dat we heel aardig gaan sleuren.